Van harte welkom bij de AZ Vodcast. Vodcast, ja, dat is namelijk een mix tussen video en podcast en dus vodcast. Maar gelijk de eerste vraag voor jou. AZ Vodcast is natuurlijk een leuke werktitel, maar heb je nou een naam? Laat hem achter in de comments en wie weet wordt jouw naam wel de officiële naam van dit nieuwe AZ-initiatief. Want ja, zoals we weten, het zijn bijzondere tijden. Uiteraard alles in het licht van de coronacrisis. Maar dat betekent niet dat we kunnen blijven vernieuwen en innoveren. En dit is weer zo'n nieuw item. We gaan iedere week naar je toe komen met een AZ-fan, een speler en een lid van het AZ-sponsornetwerk. En in dit geval zijn dat de rechtercentrale verdediger Ramon Lewin. Goedemiddag. En we spreken met Ramon en Martijn Delahaye is er ook. Hij is directeur marketing en communicatie van hoofdsponsor Avas Software. En natuurlijk Barry Dollema, fan en leerkrachtbegeleider. Van harte welkom heren. Hoe is het met jullie? Ja, goed. Ja, we gaan lekker door elkaar. Oké. Ja? Laten we beginnen bij Martijn, want ik zie dat je in hetzelfde stadion als ik zit, Martijn. Ja, we zitten nu in Microsoft Teams. En denk ik een app die heel Nederland nu wel kent, met het thuiswerken. En die hebben deze week iets nieuws gelanceerd, dat je een eigen achtergrond erin kan fietsen. Nou, dat vinden wij als ICT-bedrijf natuurlijk helemaal te gek. Dus ja, ik zit eigenlijk gewoon vlak bij jou nu. In het AVA-stadion. Ja, precies. Ik ga hem even omdraaien. Nou, dan zegt die toepassing is geweldig, want ik zie je gewoon in real-time zitten aan de andere kant van het veld. En dan gaan we naar de man onder jou in beeld. Ramon Lewin, hoe gaat het bij jou, Ramon, thuis? Goed ook, ja zeker. Het is behelpen allemaal natuurlijk, maar ik ben gezond en mijn familie en vrienden zijn gezond. En dat is in deze tijden toch wel het belangrijkste wat je hoort en vindt. En voor de rest maken we er het beste van. Dus het gaat gewoon goed eigenlijk. Ja, lekker man. En dan gaan we naar Den Helder, naar Barry Dollema. Prachtig shirt heb je aan, Barry. En hoe is het met jou? Kom je deze tijden een beetje door, man? Ja, nee, het gaat gelukkig hier ook goed. Allemaal gezond. Het is niet anders. We doen ons best allemaal wat we kunnen doen. Maar gelukkig gaat het allemaal goed en is iedereen gezond. Nou, dat is fijn. En dat geldt, neem ik aan, bij jou ook, Martijn. Iemand nog in je omgeving getroffen door het coronavirus? Of verkeer je ook in de gelukkige omstandigheid dat iedereen gezond is? Nee, het gaat goed. Maar mijn vrouw heeft wel corona gehad. Wij zijn, die is ook weer inmiddels geweest, genezen. Wij zouden naar de marathon van Tokio gaan. Dat werd afgezegd door corona. Toen dachten we, nou, dat is vast een goed idee om met onze oudste zoon, we hebben 3 kinderen in totaal, om dan naar Rome te gaan. En de kans is aannemelijk dat zij daar corona heeft opgenomen. Dus wij hebben de test gehad. Inmiddels is ze alweer een paar weken beter. Maar het is echt wel een venijnig virus. Ze is niet is doodziek geweest. Ook niet last van heel veel hoesten en kuchen. Maar ze heeft ook de kans gekregen om het bij Eva Jinek uit te leggen. Dus dat is bij mij nooit gelukt. En met AVAS, dus dat deed ze heel goed. Oh, echt maar waar, ja, wel heel bijzonder om mee te maken. En ze merkt wel dat ze een jasje uit heeft gedaan. Ze was heel getraind. Dus ook Ramon voor jou. Ja, getrainde mensen die hebben, zoals ik het begrepen heb, juist hele open mondblaasjes. Omdat je gewoon een ontzettend goede conditie hebt. En dan ben je wellicht toch extra vatbaar. Want wat doet jouw vrouw, als ik vragen mag, voor werk? Want bij Eva Jinek? Nou ja, zij werd gevraagd. Instagram had ze gezegd van, joh, ik ben het eerste coronaslachtoffer. Ja, iedereen weet het al. Ik ga het gewoon maar bekendmaken. En toen is de redactie van Eva Jinek op haar gedoken. Dus dat had niet zoveel met de werk te maken, maar meer privé. Ja. Heel werkelijk en heel gek. En het gaat heel goed met haar. Alleen ze is nog steeds niet op de normale conditie die ze gehad heeft. Dus ja, best wel van dichtbij meegemaakt met ons gezin. Heel apart. Heb je zorgen gemaakt om de situatie? Nou, eigenlijk niet, omdat dit was begin maart. Met de informatie die ik nu zou hebben, zou ik me meer zorgen hebben gemaakt toen. Alleen het is zo snel gegaan. Per week kreeg je natuurlijk nieuwe informatie. Ja. En achteraf gezien had ze veel zieker kunnen zijn. En ja, weet je, zijn we er denk ik. Ik ken de kinderen, hebben bijvoorbeeld helemaal geen last van gehad. Het is zo apart. Dat is gek, want de situatie, ja. Ja, zeker weten. Nou, ik ben blij in ieder geval voor jullie dat het allemaal goed is afgelopen. Dat is helaas niet voor iedereen geld. Is het van toepassing? Zeg, Ramon, je zit thuis, maar jullie krijgen een trainingsprogramma van AZ. Hè? Want hoe houd je je nou, als Martijn zei het net al, topsportende mensen zijn er misschien wat vatbaarder voor vanwege die longblaasjes. Hoe houd je jezelf nou fit? Dat is eigenlijk al vanaf dag 1 gecoördineerd, weet je, door onze... door de specialisten op de club. En ze hebben natuurlijk verschillende apps waarin we elkaar
contact houden. En eigenlijk hebben we de eerste 2-3 weken al echt een schema gehad waarin je dagelijks bezig was. Waarin er ook een beetje van uitgegaan werd van oké, het kan alweer. Dat is dus nu alweer 2 weken geleden, denk ik. Het kan alweer heel snel beginnen. En dat is nu verlengd geworden. En dan, we hebben nog steeds een schema, maar dat is nu iets versoepeld. Zeg maar alsof dit onze vakantie is, weet je wel, voor in de zomer. Ja. Maar het houdt nog steeds in dat we gewoon heel veel aan het lopen zijn. Dus kilometers maken voor de benen. En voor de rest ook gewoon krachttrainingen en core-oefeningen, weet je. Die we eigenlijk gewoon gewend zijn om bij de club ook te doen. Want ik had begrepen dat iedere speler heeft ook materialen gekregen, toch? Ja, zeker, zeker. Ik bedoel, de fiets die staat bij mij hier in de tuin om de hoek. En ja. Zijn wat spullen geleverd met de vrachtwagen. Heeft onze materiaalman Melvin echt fantastisch geregeld. Dus die is door heel Nederland gereden. Nou, door heel Nederland niet, maar langs iedereen gereden om de spullen af te leveren. En om ons zo mogelijk gewoon fit te houden. En ja, als ik voor mezelf spreek, dan gaat het gewoon goed. Ben jij mobiel nu? Kan je lopen? Want ik ben wel eens even benieuwd naar die trainingsapparatuur die je hebt staan. Of is dat... Ja, ik ben wel een beetje mobiel hoor. Let op, die staan nu... Ja, oké man. Laten we even zien. In de garage. Oké dan. Ja, ik ben mobiel. Wacht even. Even blijven hangen. Let op. Is goed hoor. Is goed. Barry, train jij voor jezelf ook nog? Is dat voor jou mogelijk? Ik doe aan hardlopen. Dus... Normaal met een groep, alleen dat doe ik dan nu alleen met z'n tweeën, maar niet meer dan 2 personen. En 1,5 meter afstand, hè? Kijk, hier staat de fiets. Oké, kijk. De fiets, ja. Oefeningen voor buiten, de TRX die je kan ophangen, weet je wel. En, wat is een TRX? Ja, dat is, ik ga het uitleggen. Kijk. Dat is zo'n... Ik word wel een beetje duizelig, moet ik zeggen, maar oké. Ja, maakt niet uit. Sorry. Dat is zo'n maakt niet uit, hoor. Die kan je overal aan vastmaken, buiten, weet je, in de tuin. Let op. Dat laat ik ook meteen gewoon even zien. Kan je me nog volgen? Ja, toch? Ja, hoor. Kijk, die kan ik dan hier ophangen aan de touw. En dan kan ik mijn oefeningen doen. Voor de rest, okay, dan. Voor de rest wordt er in tegenwoordig gewerkt met elastieken en mini-bandjes en rollers. Dus dat is eigenlijk hoe wij het doen. Ja, en heb je ook nog gewichten gekregen en zo, en stangen? Ja, gewichten heb ik zelf thuis ook. Maar die TRX is dus een fantastisch hulpmiddel om zeg maar je eigen lichaamsgewicht te gebruiken. Om je daarmee de krachten te genereren, zeg maar. Ja, precies. En Martijn, jij bent ook een sportief type volgens mij, hè? Nou, dat valt wel mee, hoor. Of vooral denksport. Of, ik moedig mijn vrouw heel veel aan. Geldt dat ook? Dat is ook belangrijk, hè? Ja, zonder support is geen sport, hè? Dus, Nee, ik probeer 1 keer per dag de hond uit te laten. Dat is ook een goede oefening. Zeker met dat beest van ons. Dus. Oh ja? Want woon je ook in de buurt van Leusden, Martijn? Of, ja, ik woon in Leusden, zeker. Oh, mooie omgeving. En Ramon, jij belt vanuit Almere, toch? Ja, ik bel vanuit Almere. Daar woon ik, dus dat is... Ja, precies. Echt je hometown. Hè? Want daar ben je ook begonnen, hè? Met profvoetbal bij Omniworld, toch? Onder 19, dacht ik. Nou, ik heb zeg maar bij de plaatselijke SV Almere gespeeld hier. Oh ja. En daarna ben ik naar vroeger heette het Zwarte Schapen. Omniworld. Ja, legendarische club, man. Juist, precies. Die zat vroeger in Amsterdam. Ja. En daarna ben ik op 17-jarige leeftijd ben ik naar FC Utrecht. Ben ik daarmee begonnen, zeg maar, als profclub als eerste. Ja, AGLVV gehad. Toen... Ja. Utrecht, ADO en Cambuur gespeeld, hè? Precies. En daarna weer terug bij Utrecht. Ja, en daarna dus naar Odense Bolt Club. Toen je kwam, stonden zij onderaan. Maar ze stonden best wel degelijk middenmoot. Laatste potje was tegen FC Kopenhagen, hè? Volgens mij voor jou. Het is alweer even geleden, ja. Ja, maar dat klopt, ja. Was voor de winterstop, inderdaad. Ja, precies. Toen kwam die interesse van AZ. Was je er voor jezelf snel uit om naar Alkmaar te gaan? Ja, eigenlijk wel. Kijk, voor mij, winterse transfers, komen ook niet zo heel veel voor, zeg maar. Dus ik was er ook helemaal niet mee bezig. En in mijn geval, we hebben een week eerder winterstop, zeg maar, in Denemarken. Dus toen ben ik met mijn gezin naar Curaçao geweest. En daar werd ik eigenlijk zomaar uit het niets werd ik gebeld door mijn zaakwaarnemer. Nou ja, die weet, als het vakantie is en de zaakwaarnemer belt, dan is het serieus. En ik was er eigenlijk wel vrij snel uit dat voor mij niet
dat ik per se terug wil naar Nederland. Weet je wel, ik zou niet voor elke club terugkomen. Absoluut niet. Ik had goed naar mijn zin daar. Maar weet je, AZ als club zijnde. En vooral hoe ze nu presteren. Hoe we nu presteren. Ja, dat wilde ik wel graag spelen. Ja, want je volgde ze ook. Je volgde het Nederlands voetbal wel. Ik was daar wel... Ik had gewoon Nederlandse televisie, weet je wel, streamen. En dan, dus ik keek veel wedstrijden. En daar zat AZ ook bij, uiteraard. Dus gewoon ook. Ja. Ja, precies. Nou ja, gelukkig dat geldt voor meerdere. Maar dat geldt, heeft ook alweer impact voor jouw gezin natuurlijk. Want jullie woonden in Denemarken. En ga je toch wel allemaal terug? Zeker weten, maar eerlijk gezegd, kijk, zoiets weet je wel als je voetbalt. Ik heb eigenlijk altijd het geluk gehad dat Almere ligt redelijk centraal. Dat ik al die jaren in Nederland gespeeld heb en vanuit huis hier, vanuit Almere, kon rijden naar wat voor club dan ook. Of het nou Den Haag was, of Leeuwarden, of AZ, of Utrecht. Maar dat je dan in Denemarken zit, ja, dat was toch wel een omslag. En ik ben ook helemaal niet meer terug geweest. Maar ik had zo'n lieve vriendin en mijn moeder met kinderen. Die zijn voor mij een week terug geweest om het huis daar te regelen, op te zeggen. En alle spullen weer mee terug te nemen. Ja, ja. Toen was ik op trainingskamp en eigenlijk heb ik er niet zoveel van gemerkt. Want ik was met AZ weg op trainingskamp. Toen ik terugkwam, toen was alles weer geregeld. Dus delegeren is ook een kwaliteit, hè? Zo is het. Ja. Hey Martijn, jij werkt volgens mij al 15 jaar bij AFAS, hè? Bijna 14, ja. Dus heel lang. Bijna 14 jaar. Ja. Ja. Trouwens, voor meer geïnteresseerden in wat AFAS doet en wat jij doet in je functie. Er is een hele mooie podcast van jou in CMO Talks, moet ik het goed zeggen. Aflevering 44 volgens mij. En daarin wordt jou gevraagd, kan je zo'n 1-minute pitch houden? Wat doet AFAS nou precies? Ja, dat is in deze context natuurlijk best wel apart. Want eigenlijk zorgen we er nu voor dat mensen kunnen thuiswerken. Er zijn ontzettend veel bedrijven die noodgedwongen thuiswerken in een verschrikkelijke situatie. En met onze software zorgen we ervoor dat mensen ook daadwerkelijk alles thuis kunnen doen. Nou ja, waarom sponsoren we dan AZ, AFAS Live en AFAS Circus Theater? Omdat dat natuurlijk best saaie kost is waarmee je het verschil niet kan maken. Dus wij vinden het altijd heel belangrijk om niet te veel te praten over het product wat wij verkopen, maar meer over het bedrijf, de mensen en de gave dingen die we kunnen doen, zoals het ondersteunen van AZ. En dat doen we al bijna. Ja, want jij zegt ook inderdaad, dat laat je ook wel vaker weten. Natuurlijk, data is heel belangrijk, online heel belangrijk, maar het is echt niet online first. Het gaat om de ontmoeting. En nou, juist dat valt weg. Ja, weet je, ik mis het ook enorm dat ik niet naar AZ kan. Hè. We hebben een eigen skybox en dan zie ik Ramon altijd op het veld lopen. En dan hebben we gasten en daar zorgen we ervoor dat de ontmoeting met AFAS, met allerlei zakelijke relaties, heel bijzonder is. Ja, dat missen we wel. En we kunnen goed door, hè. Dus technisch kunnen we goed door. Maar we missen wel die contacten tussen mensen, de verbinding. Ik denk dat we dat allemaal missen. Ja. Want Barry zijn scholieren of zijn leerlingen ook mist. Weet je, die kan ook zijn werk niet doen. Dus we missen allemaal toch... Ja, die mensen om je heen en die gekkigheid en die verbinding. Terwijl we misschien heel technisch ons werk goed kunnen doen. Nou ja, dat is gewoon, denk ik, iets waarom we zo snel mogelijk, als het veilig is, terug moeten naar een situatie waarin het verantwoord is om weer mensen met elkaar in verbinding te laten komen. Ja, en ook fysiek, want ik weet niet hoe jullie dat hebben, maar als je mensen nu begroet, ja, handen geven kan niet meer, weet je wel, of het knuffel, het houdt gewoon allemaal op. Maar goed, laten we er geen huilvodcast van maken. Hey Barry, Martijn zegt het al. Hoe sta je nu in contact met je leerlingen? Want het is echt een uitdaging. Ik heb ook wat in het onderwijs gedaan. Ik doe er nu iets wat meer mee. Maar dat is heel vreemd, lijkt me. Ja, dat is het zeker. Want je kiest dit beroep omdat je graag met die kinderen wil werken. En nu zit je in een leeg lokaal, zeg maar. En neem je instructiefilmpjes op en die zet je op YouTube. En dan weet je wel dat ze naar je kijken als ze de lessen maken. Maar wij hebben wel de afspraak in onze school dat we één keer in de week ook met de kinderen bellen. Zodat we wel wat contact houden. En lukt het een beetje? Want niet iedere leerling is te bereiken. Hè? Dat is een van de grotere problemen. Ja, dat heb ik wel op nieuws inderdaad veel gehoord. Ik moet zeggen dat het bij ons op school eigenlijk niet het geval is. Dat gaat eigenlijk heel goed, gelukkig. Ja, hartstikke mooi, man. Je hebt meegedaan aan een winactie bij AZ. Dat was, maar moest je een foto maken van je werkplek met een foto erop. En alle comments stroomden binnen. Hey, meester Barry, Ja, een man in het onderwijs. Nou, hartstikke mooi. Waarom heb je die keuze gemaakt? Eigenlijk van kleins af aan wilde ik al meester worden. Ik heb ook echt nooit iets anders bedacht of over nagedacht. Ik wist het eigenlijk wel vrij zeker. En dat heb ik toen ook, dat ik in groep 3 zat, zeg maar. Toen heb ik dat tegen mijn basisschooljuf gezegd van ik word later meester. En dan kom ik bij jou stage lopen. En dat is wel grappig, want dat heb ik uiteindelijk ook nog gedaan.
Maar werken met kinderen, kinderen nieuwe dingen leren, dat is wel echt mijn passie. En mooi, man, natuurlijk. Want je zit, ja, precies. En je zit in deze podcast met drie vaders. Martijn, jij hebt drie kinderen volgens mij. Ja. Ja, Ramon, je hebt er twee, hè? Shane en Sophie. Nou ja, ik heb zelf ook, ja. Ook twee. Ja, precies. Nog jonge kinderen, toch, Ramon? Hoe oud zijn ze? Drie en vijf. En hoe gaat dat dan als jonge vader met een jong gezin? Ja, je moet natuurlijk trainen. Gisteren kwam er een filmpje van Ronaldo online, dus je hebt gezien. Die ging het gewicht heffen met een van zijn dochters. Hoe doe je dat? Ja, het is... ik wil bijna zeggen vermoeiend. Het is ook vermoeiend. Het is anders. Ja. Kijk, normaal gesproken dan sta je op en dan ga je naar je werk. In mijn geval voetbal. En dan kom je de ene keer wat vroeger thuis dan de andere keer. Maar dan ga je kinderen ook gewoon vooral naar school. Of voor de jongste, voor mijn kinderdagverblijf. Nee, dat is nu niet meer. Dus je moet het allemaal zelf doen. En je kan ook niet zeggen... normaal als het vakantie is, is het fantastisch. Want dan ga je leuke dingen doen. Of je gaat uit eten, of je gaat naar een ballenbak. Of je gaat naar de bioscoop. Of, dat geldt voor alle vaders en moeders, denk ik. Dat kan allemaal niet. Dus ik heb de speeltuin om de hoek heb ik al 48 keer gezien. Nee, maar je maakt gewoon veel... Je wordt creatief. Je bent je knutselen. En je gaat veel op je zoek bij... ik ga nog naar mijn moeder toe. En mijn vriendin die gaat naar de moeder toe met de kinderen. Gewoon even tochtjes maken. Ja. Ja, tochtjes maken. Veel buiten fietsen of skelteren. En maar, ik ben maar zelfs ben je een beetje vuil prikken buiten. Een beetje plastic in plastic zakken doen, ja. Heel goed. Ja. En ben je een beetje handig met plaksel en schaar en lijm? Ik ben helemaal niet handig, nee. Nee, absoluut niet. Maar weet je, je gaat allemaal dingen doen die je anders niet deed. Ja, je wordt gewoon creatief en... Ja. De kinderen die vermaken zichzelf op zich ook wel. Maar ja, je moet toch helpen. Ja, precies. Martijn, hoe zit dat bij jou thuis? Hoe oud zijn jouw kinderen? Twee jongens van 9 en 10 en een dame van 18,5. Oké. Dus je hebt echt nog twee in de basisschoolleeftijd en één die al echt nog zelfstandig is. Ben jij daarbij betrokken bij het onderwijsproces als vader? Zeker. Ja, zeker. Kijk, zeker in het begin toen mijn mevrouw nog last had van... van corona en het feit dat ze daarna gewoon wel heel moe was. Draai je dat huishouden zo goed als je kan. En heb ik echt een ongelooflijk respect verkregen. Niet alleen meer voor mijn vrouw. Maar ook voor alle onderwijzers en juffen in Nederland. Want wat doen die een ongelooflijke job. Ja, hè? Ja, geweldig, ik heb echt hoor. Het geluk dat mijn jongens redelijk zelfstandig zijn. Die hoef je niet zo aan te sporen. En die kunnen ook wel voor iets langer een taakje doen. Maar ik heb toch wel... 3 en 5, hoor. Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Die zijn veel bewegelijker, hè? Achter elkaar zitten. En wij hebben ook bij AFAS gezegd, als dat de situatie is dat jij kinderen hebt die je gewoon moet thuisscholen, dan gaat dat ook wel voor. Hè, dus wat wij doen kan redelijk belangrijk zijn. Alleen het is heel belangrijk dat je gewoon thuis gewoon alles goed op kan vangen en dat die thuisscholing gewoon goed gaat. En daarin hebben wij niks te kragen. Het was ook natuurlijk, of het is geweldig weer, dus het is ook lekker dat de kinderen naar buiten kunnen hier in de tuin. Ja. Ja, naar omstandigheden is het goed te doen. En vind ik er ook een mooie kant aan zitten, dat je gewoon al meer dan een maand bij je gezin bent. Dat is mij nog nooit overkomen. Het is eigenlijk een cadeau, hè? Nou ja, weet je, aan de ene kant is het heel saai, want er is geen voetbal, er is geen muziek, er is geen theater, je kan niet uit eten. Net wat Ramon zegt, het is best wel beperkt wat je kan doen. Ja. Maar in die beperking ontstaat ook wel iets moois met je gezin, merk ik. En daar geniet ik wel van. Tot slot, Barry, heb jij nog voor deze drie toch wel redelijk jonge vaders nog een paar tips voor thuisonderwijs? Nou, ja, dat vind ik lastig eigenlijk, want ik heb zelf natuurlijk, ik ben 25 en ik heb geen kinderen thuis. Dus ik ben natuurlijk gewoon echt alleen op school gewend. Dus thuis, ja, zorg voor structuur, dat is het belangrijkste. En ik merk dat bij mezelf ook wel, dat echt, voor mezelf vind ik het al lastig. Normaal ben ik om 8 uur 's ochtends op mijn werk en nu rol ik om 8 uur mijn bed uit. Je structuur gaat eraan. En dat is eigenlijk voor kinderen echt wel heel belangrijk om dat weer in te houden. Van, we gaan om 10 uur even een koekje eten en drinken. Daarna gaan we weer een taakje doen. En dat je wel echt die schooltijden probeert aan te houden. Maar ja, ik snap ook voor ouders die ook thuis werken dat soms gewoon niet te doen is. Ja, de structuur is het toverwoord. Maar ja, dat herkennen we denk ik allemaal wel. Zelf ben ik ook veel actief als sportverslaggever. Ja, je leeft voor die wedstrijden. Echt, je gaat van weekend naar weekend of Europese duels tussendoor en zo. Je bent echt helemaal... alles kwijt. Hoe zijn jullie daarmee omgegaan met het bouwen eigenlijk van die nieuwe structuur? Wie kan er wat over zeggen?
Het is helemaal stil. Ik begin gewoon bij Ramon. Maakt niet uit hoor. Ik beleefd, ik wacht op een ander. Ja, precies. Ja. Nee, ik ook. Goed opgevoed, jongen. Bij mij is het heel geleidelijk gegaan, als ik voor mezelf mag spreken. Echt, ja. Je mag niet zo over. Je hoopt de eerste paar dagen dat je weer terug mag, na een week. Ja. En na een week hoop je dat, nou ja, dat het na een maand wordt. Maar nu wordt het toch wel heel erg lang. Ja, maar dat gaat denk ik gewoon geleidelijk eigenlijk. Als ik, mijn vriendin en ik zijn allebei thuis nu en... Ja, je doet veel leuke dingen met de kinderen, je doet schoolwerk en je gaat eten. En je maakt van het eten en het drinken maak je iets, nou, iets speciaals. Maar je gaat er even lekker voor zitten, even in de tuin eten. En... Mm. Ja, dat is bij mij heel geleidelijk gegaan. Niet heel geleidelijk. En bij jou, Martijn, hoe is het bij jou gegaan? Of was je al iemand die dat niet echt nodig had, omdat je al in je werk veel sneller moet schakelen misschien? Of... Nou, ik ben best wel gestructureerd voor mezelf. En ook, we werken bij een bedrijf waar die structuur en dat kenniswerken altijd al konden. Ik werkte bijvoorbeeld altijd al thuis op woensdag. Dus ik was ook gewend om dat te faciliteren voor mezelf. Natuurlijk is dat heel anders dat je een hele week en een weekend hebt. Ik merkte dat, wat Barry ook zei, dat je moet echt die blokken aanhouden. Je moet ook zorgen dat je niet continu achter die laptop zit. Dus... Nee. 10.000 stappen halen, gewoon je dingen plannen met je kinderen. Ook af en toe gewoon die laptop dicht en lekker het bos in met de hond. En van dat soort dingen genieten. Alleen wij hebben het geluk als bedrijf dat wij redelijk goed thuis kunnen werken. Hè. Dus, er zijn natuurlijk ook organisaties en ondernemers die helemaal stilstaan. Hè. Nou ja, daar willen wij ook wel rekening mee houden. Want wij zorgen er ook voor dat straks ondernemers, als ze weer kunnen, ook daadwerkelijk weer geld kunnen besparen met nieuwe software. En je ziet ook dat daar best wel veel bedrijven er juist nu op zoek naar zijn. Ja, dus ja. Het is wel belangrijk dat we ons aan meten. Dus de markt verandert ook voor jullie? Ja hoor. De behoeftes. Zeker. Ja. Ja. Okay. Je hebt juist nu ook goed. Bedrijven die zeggen, joh, kom eens langs. Online natuurlijk. Want ik wil dit eens een keer oplossen. Hè? Want we lopen altijd tegenaan. We hadden het druk. Nu hebben we daar een keer de tijd voor. Ja, maakt ook weer ruimte voor. Wat belangrijk is dat je je wel erop instelt dat het eventueel weer langer kan duren. Ik heb ook een aantal jonge mensen in mijn team en die dachten bij de eerste week, volgende week is het voorbij. En die week daarna is het voorbij. Dus als je elke keer maar zo'n window hebt van 1 week, dan ga je jezelf ook gek maken. En dus een van de dingen die wij als bedrijf hebben gedaan is gewoon onderdag een soort van, wat wij nu doen via Teams, de Microsoft tool, gewoon alle medewerkers toegesproken. En ook gezegd, jongens, hou er wel rekening mee dat het langer kan gaan duren. Dus dat je niet elke keer denkt, het is nu bijna voorbij en ik kan weer bijna naar Leusden toe. En zo is het helaas niet. We hopen allemaal dat volgende week het nieuws goed is op de dinsdag 21ste. Maar ja, ik denk dat we er ook rekening mee moeten houden. Met name hele grote dingen waar veel mensen bij elkaar zijn. Dat nog een tijd gewoon niet onderdeel kan zijn van onze samenleving. Nee, dat denk ik ook niet. Hè. Ze hebben natuurlijk nu al 1 juni al heel snel al gezet als punt aan de horizon. Nou ja, voetbal hoort natuurlijk bij evenementen. Veel clubs in de Eredivisie zijn afhankelijk van publiek en sponsoren. Meer dan bijvoorbeeld in Engeland of Duitsland. Ja, ik blijf nu koffiedik kijken, maar hoe het seizoen verder gaat verlopen, als er nog een seizoen is. Ik heb er wel grote vraagtekens bij. Ben je daar als speler ook mee bezig, Ramon? Van joh en nu? Of ben je meer van joh, ik wacht af, ik hoor het wel? Ja, nee, je wacht af en je hoort het wel, maar... je hebt natuurlijk nu tijd over, dus je volgt constant het nieuws op je telefoon of apps of via de tv natuurlijk. En dan kijk je telkens wat de nieuwe updates zijn, maar ja, eigenlijk is het nu gewoon wachten tot je een keer iets definitiefs hoort. En het liefst hoor je het zo snel mogelijk van het gaat wel of niet door. Maar ja, als het betekent dat het straks wordt veilig gegeven en dat we weer kunnen spelen en dat duurt dan een paar weken langer, ja, dan gaat daar mijn voorkeur naar uit. Dus. Ik zie het wel en het is gewoon afwachten. Ja, het is wel mooi. En achter me trouwens is het veld net opnieuw ingezaaid. Dus wie weet is het dan weer net op tijd alle klaar voor de... Alle velden moeten er goed uitzien. Mocht er ooit weer gevoetbald worden binnen... Ja, zo is dat. Dan zijn we er klaar voor. Ja, man. Goed, ik dacht van, goh joh, we hadden van tevoren een beetje gemikt op 25 minuten, 30 minuten, krijg ik dat wel vol? Nou, we zitten inmiddels al op een tijdje, zijn we bezig met z'n drieën. En ik heb jullie een beetje gek gemaakt met... de eerste beker, want dan kan in ieder geval een AZ er nog een beker vasthouden dit seizoen. Want dit is hem, de AZ-beker. Je kan hem winnen. Dit is de eerste aflevering van het eerste seizoen. Dus als je deze beker pakt, dan is er ook nog een mooi verhaal omheen te vertellen. Want we gaan een korte quiz doen. Je hebt pen en papier nodig. Hebben jullie dat toevallig bij jullie? Want ik heb jullie niet gebriefd, bedenk ik me. Hey, Ramon en ik kunnen niet bepalen dat Barry hem alsnog krijgt, toch? Of niet? Pen en papier. Nou, dat zouden we kunnen doen.
Dat zouden we kunnen doen. AZ-shirt, die moet je toch iets extra's geven, toch? Eigenlijk wel, ja. Eigenlijk wel. Bij gelijkspel gaat hij naar Barry, goed? Heel goed. Oh. Oké. Barry, jongen. Ja, precies. Nou, dan ga ik even de vragen erbij halen. Ja, nou, en Martijn, don't worry. Ze zijn niet echt van het moeilijkste niveau. Maar ja, je moet wel een beetje uitdaging. Pen en papier. Oké. Okay. Nou ja, trouwens, het kan misschien ook nog wel dat je gewoon je antwoord roept, bedenk ik me nu. Dus maar goed, had je wel weer even een loopje. Oké, daar gaan we, jongens. Meer keuzevragen. Je krijgt steeds A, B of C als antwoord. Schrijf even op een briefje A, B of C. Dan kan ik het zien. Weet je wat? Noem het gewoon. Dat is veel beter. Noem gewoon je antwoord. Oké? Okay? Nou, daar gaan we, jongens. Het zijn 3 vragen. Hebben we dan een gelijke stand? Dan gaan we nog even door. Oké? Okay? Bij gelijke stand naar 5 vragen, want dat zijn de vragen gewoon op. Als je het gaat roepen en je bent overtuigend, heb je kans dat een ander het gaat overnemen. Snap je? Ja, dat is waar. Moeten we toch... Je hebt helemaal gelijk, vriend. We gaan gewoon laten zien. Oké. Okay. Nou, lekker pedagogisch verantwoord, Barry. Goed, we gaan door. Oké. Okay. Eerste vraag. Naar welke oud-AZ'er is het spelershome vernoemd? Is het A, Barry van Galen, B, Henk van Rijnsoever of C, Hugo Hovenkamp? Laat je antwoord nu zien. Ik zie een A bij Barry. C zie ik bij Ramon. En ik zie Martijn A. Het antwoord is C en dat betekent dat Ramon Lewin, jawel, het eerste punt scoort lekker, jongen. Die zat daar elke week, ik snap het wel. Ja, hij gaat als laatste weg, heb ik me laten vertellen. Ja, precies. Nou, ho. Maar grapje, hoor. Vrijdagavond. Ja. We gaan gauw door. Oké, vraag 2. In welk jaar is het huidige AFAS-stadion, de plek waar ik nu mag zitten, officieel geopend? Is dat A, 2004, B, 2006 of C, 2008? Officiële opening. Zie je hem? Ja, ik zie hem, Martijn. Ik heb je antwoord gezien. Barry en Ramon. Kan je het zien? Nee, hè? Oh, ja, ik kan het zien. Het antwoord was B. Ja, ik kan het zien, vriend. Het antwoord was B. Dat betekent dat Barry en Martijn hier even een punt scoren. We hebben een gelijke stand. Oké. We gaan nu door. Even kijken. Moet ik hem zo zetten? Yo. Dit is de laatste vraag dus. Laatste welke vraag. De kampioenschap van 2020, toch? Dat is de laatste vraag. Ja, precies. Naar welke club begin ik met een A, eindigend op de... Nee, goed. We gaan door. Welke speler kwam niet uit voor AZ en FC Utrecht? Was het A, Ramon Lewin, B, Robin Nelissen of C, Michael Buskermolen? Dus welke speler kwam niet uit voor AZ en Utrecht? Was het A, Ramon Lewin, B, Robin Nelissen, C, Buskermolen? Ja, ik zie hem even niet helemaal bij jou, Martijn. Nee, dat komt door die achtergrond. Ik ga dat even weghalen. Wat is je antwoord? Mijn antwoord is C. Oké, en jij... Ja, inderdaad. Allemaal een punt. Oké. Goed. We staan allemaal gelijk. Ik heb nog 2 vragen over om toch een winnaar te bepalen. Als we naar 5 vragen gelijk staan, Barry. Kijk er maar goed naar, jongen. Daar komt hij naar je toe. 2 vragen nog. Oké. Vraag 4. Die weten we allemaal, weet ik zeker. Hoeveel Noren heeft AZ in de selectie? Is het A, 2, B, 3 of C, 4? Ik zie toch een beetje Ramon bedenkelijk kijken nu. Het zijn jouw teamgenoten, vriend. Nee, ik denk dat ik het weet. Althans, ik hoop het. Ja? Ja? En antwoord? Ja, inderdaad. Allemaal goed. Het zijn er dus 3. Evgen, Nietzsche en natuurlijk Svensson. Oké, laatste vraag. Laatste vraag. Wie gaf in het huidige seizoen de meeste assists? Dus tot en met nu. Is het A, Marlon Boadu, B, Kelvin Stengs of C, Oussama Idrissi? Hier op het hoekje. Barry zegt B, Kelvin Stengs. Ik zie een C met Idrissi en ik zie ook een C met Idrissi. Het was Boadu, jongens. 13 assists.
Echt waar, ja, je denkt van de goals, 13 assists, ja. Dat betekent, Barry, we staan allemaal op 2. Deze beker is voor jou gefeliciteerd, jongen. Je bent de eerste winnaar. Gefeliciteerd. Legendarisch, je hebt gewonnen van Martijn en Ramon. Heren, ik wens jullie alle goeds in de nabije toekomst. Blijf vooral gezond. Denk goed om elkaar. Ik hoop echt met heel mijn hart dat we elkaar snel weer kunnen tegenkomen in een stadion dat in bedrijf is. Ik denk dat we nog even moeten wachten. Bedankt voor jullie medewerking en het gaat jullie allemaal goed. Een warme groet uit zonnig Alkmaar. Bedankt, hè? Hey, dankjewel. Doei.